Minneke Diek. Toch wat voor in het warp. Het is nou nog een beetje droeg en we hopen dat het de hele tijd droeg bloedt. En Gerben, wat hebben jullie eigenlijk zo weer? Ja, we zitten weer bomvol. We hebben op alle handen items. We beginnen, je wil het net lopen, maar de weekagent. En we hebben natuurlijk ik hier van de saffele talenten, maar hier hebben de korballers. Ja, 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 ja. En we hebben nog meer. We hebben natuurlijk weer de kapster die die in de stoel heeft. En natuurlijk een prachtige stem, een zangeres. Willemien Zwart. Tada! En we hebben nog meer. We hebben de achterwerk in de kast is het goed. Maar de benches van de Vlambouw. Oké. We beginnen ervoor. We hebben hier weer onze reerbal waar het om draait. En die gooi ik goed naar het publiek. En die giet weer in de O van de Gediek. We beginnen naar het talent. Daar beginnen we mee. We hebben talenten. We hebben de korballers. Daar is applaus voor de korballers. Kom maar even bij me staan. Welkom. Elgon Kant. Goh, steen ik even tussen een paar echte korballers. Ik meen dat ik het zelf altijd weer. Maar nee, nu ben ik helemaal, steen ik helemaal te plak. Wie heb ik in Esby? Ik ben Henk Bijker. En ik ben Martijn Zwart. Oké. En om maar even met Henk te beginnen. We hebben talent, we hebben er heel volle van. Maar onder andere Karbal, maar even met die te beginnen, Henk. Speel je Top League, heb je het? Hoe leuk is dat? Wij zijn ouder in een seizoen promoveerd aan de Karbal League, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk een fantastische prestatie die wij met z'n allen leveren. Ja, dat is erg leuk. Ja, super. Ja, we hadden lang voor vochten, lang voor werken. Ik denk dat we zijn hier bezig, we zijn binnen om te komen. En uiteindelijk hebben we het red. Dus super. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. En mag je nou en ik nog meer trainen of dien je dat ik al? Nou, wij trainen al 3 keer in de week. En we gaan, het zal wat intensiever worden, maar we bloeien 3 keer, 4 keer in de week trainen. Oké, en ben er ik nog meer Friese clubs die dat doen, Top League? Op dit moment net. Wij zijn de eerste en de enige Friese club op dit moment. Oké, dat is wel heel bijzonder, hè? Ja. Oké, en maar kan je het alleen nog met het karbeltrainen nou of mag je ik nog krachttraining doen? Wij fitnessen 1 keer in de week. En nou, komen 2 keer in de week dat we fitnessen gaan in de voorbereiding. Oké. Nou, en dan ging ik even over naar de oren familielid. Want ik heb begrepen, familielid, hè? Ja, klopt. Ja. Nachtwaarbroers heb ik zelf, Erwin en André Zwart. Die vorig jaar die ben als promoveerd naar de Karbel League. En ik zelf speelde vorig jaar in de A's. En ik zwaar me ook terug naar de selectie dan. Oké, en dat is er bijeenkomst in dat team? Nou, in het eerste kom ik zeker net. Dat is wat te heug gegrepen. Oh ja, wist dat nog wel? Nee, wow. Ja, dat weet ik nog wel hard zeker. Dus, maar het tweede denk ik voor. En ik hoop dat ik daarin kom dan. Oké, maar dat is natuurlijk heel bijzonder hè, dat de traaiers waren in een team zitten. Ja, nou, wie weet hoe een peer hier gebeurd had. Maar dat is nou net mijn doel. Eerst gewoon mijn doel is om in het tweede te komen. En dat is zoals je. Oké, en want dan zoen er 2 zwarten werden, zoals het ook zei, maar er ben toch ik 2 bikers, begreep ik. En ging ik maar even naar die, Henk. 2 bikers, klopt dat? Ja, dat klopt. Sita Misuske die speelt ik in de eerste. Oké, en die speelde ik nou wat meer, Hek wat van Jert. Vertel eens even. Sita en Erwin die zitten op dit moment in Taiwan en die spelen in Jong Oranje. Zo, dat is heel bijzonder. Dat is vrij knap, ja. Dat hebben je allemaal mooi wel even in gediek, hè? Dat is hartstikke mooi. Maar jongens, wij zijn hier natuurlijk net alleen nog om even een praatje te maken. Wij willen ook even wat van je zien. Dus ik nodig je hem even uit om even wat te schutten. En ik zou zeggen in elk geval, komend seizoen een prachtig succes. En we draaien eens even naar de koerta en we gaan even wat van je zien. Kom maar even mee. En applaus voor de spelers van LDODK. Ze hebben hier even 10 ballen lezen. En daar gaan er even 10 vrienden dat misschien mij zit. Nou, dat lukt net meer. Er kan er nog 8 worden. Ja, ze doen. Oei! Goed afvang. Ja, die komt dichtbij. Jammer. Bronnen. In de sleet. Die is voor de boordjevaders. Je hebt geen wachtje, ze trainen er een heulenbrood op. Ja, Martijn. Jammer, joh. Nou, dat kwam van de wien. Ik zeg het. Jammer.
Bij de laatste kans. Martijn. Ja, jammer. Waar staan jullie in de gediek? Het waait je nogal. Nou, hartstikke leuk. Wij hier juist een foto zien letten van wat het wezen moest. En natuurlijk moest het, mijn hele lieftallige assistent let even de foto zien van de speeltuin. En dat weer het antwoord natuurlijk van juister. We hebben alle machtvolle inzendingen gehad en we hebben er één winnaar eruit laten. En dat is Pamela Kuiper uit de gediek. Hartstikke mooi. Voordat we naar de foto gaan, dan doosteert je natuurlijk net voor niks naast mij. En ik wil heel graag weten, wat maakt die speeltuin nou zo bijzonder? Nou, het is heel bijzonder omdat er een protte heel binnenkomen moest. Er moest 24.000 euro binnenkomen. Hoeveel? 24.000. Dus wij heel veel sponsors benaderen, fondsen, de gemeente. Nou, de gemeente weer eerst heel moeilijk, want dat weer investeert natuurlijk geen centen. Nou, op een gegeven moment kwam de gemeente het over de bregen. En toen kwamen de fondsen en de sponsors ik. Nou, in begin maart hebben wij met alle buurtbewoners om zin te besparen, de hele buurt het helpen, de hele speeltuin opzetten. En van nou zaterdag werd die officieel hier binnen, zeg maar. Oh, petje af, wat super. Super dat je met alleen mij een buurtgenoten dien, hè? Ja. Hartstikke mooi. Ik bruik daar nog even als assistent, want door mij is de nieuwe prijsvraag, mij is Sjaan Letten. En die foto, dat is net disse, want het, we met al even een goede ding doen. En dat is nou disse. Adjo, witte. Waar disse foto maken is. En dan hebben we even wat muziekondersteuning bij. Sjug even op www.ikdochhetvoormiendwarp.nl. Vul je antwoord in en wellicht ben je de dijwinnaar. En voor uw Pamela Kuiper komt zo snel mogelijk de prijs naar haar toe. Hey, hartstikke bedankt, hè? Okay. En dan geven we nou oor naar Gerben. En Gerben, zit er al met de kont in de kast? Ja, ik zit er helemaal voor. Maar wij zitten hier, Joert, bij de bandjes van de Vlambouw. In Achterwerk in de Kast hebben Joert. En daar zitten vjouwerkleer voor hun praatje te houden. En ik zou zeggen, jongens, kom maar eens even naar die kast. Doe je hem gedienst hier en vertel je hem ding. Hoi, ik ben Jasper en ik doe het over kaatsen, omdat ik dat heel leuk vind. En ik zit er zelf ook op, in Gorredijk natuurlijk. En wij trainen woensdagavond van 7 tot 8 en dan beginnen we met de warming-up. Daarna gaan we balletje hoog houden en dat doen we met deze bal. Het is een soort van tennisbal, maar dan heel erg klein. En daarna gaan we meestal een paar spelletjes doen. En daarna doen we een eindspel en dan... Dat moeten we opslaan en dan wie als eerst bij de ene kant is, die stopt. Nou, dit was ik. Doei! Hoi, ik ben Brian. Ik ben 11 jaar en ik zit op basketbal in Drachten. En voordat ik daar kwam, speelden ze heel slecht. En nu zit ik erop en... Ze spelen nog veel slechter. Hoi, ik ben Geke en dit is Kitty. Kitty die is geboren op een boerderij en houdt heel veel van kippeling van het neusje van de zalm. Ze houdt heel veel van trucjes, kan ook het heel goed en ze speelt heel graag. Dit was ik. Hallo, ik ben Jesse Nieuwland en ik ben 10 jaar en ik ben afgelopen donderdag bij mijn vader in Ermelo op de kazerne geweest. En ik heb hier een paar kogels. Dit zijn losse vlodders. En die hebben we allemaal gevonden toen ze een hindernisbaan afliepen met de geweren en zo. Er waren heel veel onderdelen. Ze waren ook wel heel moeilijk. Nou, niet zo moeilijk, maar
heel moeilijk. Nou, hoe leuk wie dat. Erg leuk. Bedankt voor de band van de Vlambouw. We gaan nu naar de Dijfilm. Ingrid, waar wist u het? Op bezoek bij Jelle Hofstra en die heeft een hele spannende en enge hobby. Ik zal even zien wat hij dus is. Goeiedag. Ja, goeie. Maar wat is dit? Draai die eerst maar om, zal de volgende tijd er net in gaan. Meneer Hofstra, mag ik een zaalbal in? Ja, dit ligt erop. Kom maar in. Je hebt een hele bijzondere hobby. Vertel dat eens wat over. Ja, ik heb een bijzondere hobby. Ik ga namelijk van reptielen en amfibieën. En die ben er eigenlijk net zo voor. Ja, en waarom ik nu wordt vregen? Ja, ik weet het net. Maar als jonkjes zijn, dan zie ik altijd al bij de sletten, salamanders vangen, boezen vol kikkers. En dat had eigenlijk altijd zo best. Misschien zit het in de gang. Want ik had een neef die doet exact hetzelfde. En ik ga een onkel zeggen die hoort thuis grote wurfslaan. Wat is er nou zo leuk aan? Ja, wat is er zo leuk aan? Het vertedert mij. Ik vind dat prachtig. Vooral een boot, hoor je die in de etenshow, dat is grandioos. Maar vooral skilpadden, die boeien mij enorm. Net vierde dat ze meer dan 1200 miljoen jullie eigenlijk ontstond binnen. En dat ze er nog exact zo iets horen. En joh, heb ik iets met krokodil? Ja, ik heb 43 jaar lang een krokodil gehad. Wie denk ik dat je die in Friesland hier? En ik kocht hem als een beestje van 22 centimeter, wie Krekkenhagen is. En hij bier erop dat we erbij geboren waren. En ja, dat vind je prachtig. Ik had er wel mijn squalong bij spelen. Echt iets bijzonders. Totdat er op een goede dag eigenlijk de kop wat scheef hier. Hij woont net meer eten. En uiteindelijk in de deurgang. Ik ben er nog aan mijn dokter, de sectie verricht. Maar dit in feite niks in de bus kwam. Ik denk dat er een attack had. Hoe groot is die eigenlijk wel? Nou, ik denk van 1,20 meter of zo. Heb je nooit angst gehad met je ben? Nee, ik heb mijn vrouw wel eens achterna zitten hier. Wie hem krijgt verhoezen van de jouwer en naar de gediek. En die kan los op een sliepkamer, want de bak niet hier net liggen. En... Oké. Okay. Ja, de vrouw wat die kamer moest, weet ik net. Maar ze door doorheen en de lijf met de bek hier. Hij heeft de vrouw achterna en je bent trouwens ook altijd remmen de gelukkige ouders. Ja. En waar is hij nou? Helaas, hij lijkt nog in de vriezer. Ik weet eigenlijk net wat ik er mee dwaan wil. Maar ze hebben net de groen in worden. Ik heb hem te lang vermoord. Misschien prepareer ik hem wel. Nou, bedankt voor dit interessante verhaal. Ja, graag gedaan. En nog heel veel succes bij de week. Dank u wel. En ik geef een oude woord naar Gerben. Want die zit in Wat vind je van de Griek? Dat klopt. Ik zit in de Griek en ik vraag je Joert aan een weekagent. Wat vind je van de Griek? Wat is jouw naam? Mijn naam is Benno Sloot en ik ben weekagent in de Griek. Juist. En hij hoort daar druk mee? Nou ja, er is wel eens wat te doen natuurlijk, maar ja, het gaat heel goed. Oké. De jeugd van Griek is wel redelijk rustig. Want we splitsen dus even taal op jeugd qua weekagent, of weer dat net zo? Nou, dat hoeft net, maar ja, de jeugd die gedraagt zich redelijk. Het is natuurlijk jeugd, dus we zijn altijd wel eens wat bestuurig en ja, af en toe hebben we wel eens wat ingriepen, maar het is wel te doen. Oké, en ben je dan jongens ook op paas, zeg maar, als de kroeg niet binnen? Nou ja, wanneer het dorp erom vregen en plaatselijk belang en de ondernemers en iedereen die wil dat graag, dan is dat regel je, ja. En dan ben je nooit bang? Nou ja, dat is net zo'n handige eigenschap van een agent, nee. Oké, of kan je gewoon heel hard rennen? Nee, rennen doe ik net maar zo hard. Ik moet het van horen dingen, hè. Dat is zo. Oké, dus prima. En, maar op de oren meesken, bijvoorbeeld, ik lees dan ook wel eens een verhaaltje over industrieterrein en zo, dat je daar ook wel eens mee bezig binnen? Ja, we hadden keurmerk veilig ondernemen op het industrieterrein. En daar zitten we dus met een aantal partijen om de tafel om te zorgen dat het zo veilig en leefbaar mogelijk blijft op het industrieterrein. En goed te ondernemen natuurlijk. Oké. En ik gewoon tussen de hoezen trogen door je. Ja, alles eigenlijk. Alles waarvan de burgerij denkt van nou, daar hebben we de politie voor nodig. Dan kunnen ze mij even benaderen. Best. Prima. Oké. Nou, dankjewel Benno Sloot. Wij beginnen terug naar uw volgende item en dat is de kapster. En Greta, wie haast u in de kapperstoel zitten?
Dank u wel, Gerben. Nou, ik heb hier de heer Sjouke Brouwer in de kapperstoel. Oftewel, Pake Brouwer, maar ik was het, denk ik. En ja, Pake Brouwer is in principe een begripje wat betreft de korbal in de gediek. Annette? Nou, begrip, maar ik ben wel een liefhebber. Jo, ben wel een liefhebber, ja. Jo, ja. Hebben al wat kleinkinderen die in de korbal zitten, no? Ja, ik heb zes kleinkinderen en er is één voetballer bij en vijf korbals. Ja, dat is nogal wat, ja, no? Ja. En waar komen die geen wij? Van wie hebben ze dat er zo volle binnen? Van mijn kant, zoals van Arna en mijn vrouw, dat weet ik een hele goede korbalster. Ja. En van de kantjes van de zwartjes, zeg ik maar, dat weet Pake Zwart een hele goede korbalster, want die spelen vroeger in WK. En nou ja, Leense Koopman, Sim Popma, onder de Hanen, en Jan Leeuw, dat weet de man. De man, ja. Inderdaad, ja. Ja. En je hebt zelf weer korreballen? Ik heb zelf weer korreballen, maar als ze je niet voelen, dan kwam ik aan de beurt. Oh ja, dan mocht jou in beeld verschijnen. Ja. Nou ja, maar ja. Dat is ook belangrijk, no? Ja, dat dat gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar... en ik jijde ik dat jou hier een kleinkinderen die zitten in het buitenland, die schijnen wel heel goed te kennen korreballen. Ja, die ben uitgekozen van jong oranje, Sita. Oh. Sita Bijker, zeg maar, en Erwin Zwart en... Die ben door mij op trainingstage in Hongkong en Thailand. Ja, dan kijk ik me of dat heel... Taipei, weet ik het precies hoe die het heet, maar... Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je allemaal machtig trots op me bent. Hè? Puur trots. Ja, dat maak ik best wel. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Nou, ik vond het hartstikke mooi dat je jou op een stoel hier hoort. Ja. Hè? En dat ik vind het hartstikke mooi dat die jongens al hier... Bij de club blijven ben, ondanks de aanbiedingen die er van horen club staan. Ja, ja, van de LDODK, dat ze daar blauw om binnen. Ja. Lekker bij hun eigen thuis. Ja. Ja, nou, dank je wel. Dat is heel dank je wel, Greta. Hartstikke leuk dat je Pake Brouwer even in de stoel hiest. Hartstikke mooi. Die man ken ik ook al zolang dat ik in Gediek ben. Dat vind ik wel weer heel mooi, Joerd. Wij gaan even naar de zwemclub Isis. Die hebben juist in het water treun. Die staan hier op een brug. En toen werd het prachtig mooi water. Toen basten ze samen in het water. Maar hoe is het nou eigenlijk met hun, Ingridje? Nou, we hopen ze zwemmen de turfroute. Dat zal ik er even bij vertellen. We hebben een foto kregen. En misschien is het wel leuk om even te letten. De foto hebben we binnen kregen. En... wat ik hartstikke leuk is ik heb een telefoontje mist. En ik zal even jaren letten wat zij u's jaren letten hè. Stit op een voicemail. Even proberen hè, als het al even wat lukt. Dit is de voicemail van Ingrid. Nou, Smilinga, bestelling 58 klaar met Samal en Kloepo. Ik spreek even meteen naar de piep. Ik ben Hingje. Ja, Ingrid, Marjan van Isis. We zijn juist vertrokken en we hebben zwommen naar Lippenhuizen. We zijn nu bij de sluizen, we maken een stukje klunen en daarna gaan we weer verder. Ja, oké, hoi. Nou, hartstikke mooi. Lippenhuizen, het is, ze moeten nog een heel eind, maar ze wensen een hele grote succes. Dan gaan we nu over naar ons stukje muziek. Onder leiding van pianist Marcel den Os. En werd er een stuk zongen uit Puccini. Wilhelmien Smart. Oh.
Prachtig. Willemien, hartstikke bedankt. Prachtig. Kiepenvel. Dit is echt een prachtige stem, dat Famke. Ja, echt heel mooi. Maar dit weer werd Joert, het zit er alweer op. Ja, Ingrid, he? Helaas. Het is heel leuk. Heeft hij wat van maken, Joert? Ja, ik heb je best. Maar ik voel je wat. Ja. Ik ben Joert bij Jelle Hofstra West en u is een reptielenman. En dan heb ik al wat aan oerhoven. Oké. Dus dat is een goede duivendij. Ja. Ik heb er even tasken van mij te litten. Hé, meesken. Je Murre weer heel erg bedankt voor Joert. En ik zou zeggen, tot morgen. Tot morgen.